Hi, ik ben Esme. Ik ben 16 jaar oud en ik wil graag de opleiding doen media redactie medewerker. Ik heb altijd die soort van ideeën van wat zou ik kunnen vragen en hoe je echt gewoon diep kan gaan in een interview. En meestal, weet je, verdiep ik me al vooraf van wie mensen zijn en dan zou ik graag willen weten van hoe het echt zit en zo. Ook omdat ik vaak bekende mensen soms wel ontmoet en dan wil ik graag meer over hen weten. En soms is het ook dat ik het interessant vind om met hen te praten over hun carrière en over wie ze zijn. En ik vind het zelf leuk om zelf vragen te bedenken, want als ik vaak naar interviews kijk, dan denk ik zo van, oh, dat zou ik heel graag willen vragen aan hun. Eigenlijk wil ik met de media redactieopleiding bereiken dat ik een interviewer ga worden, maar ook een interviewer ga worden qua gewoon bijvoorbeeld bij een rode loper gaan staan en daar misschien korte interviews, een korte interview geven of één op één een interview geven. Dat lijkt me heel leuk en gewoon vaak met BN'ers. Mensen uit de muziekwereld, acteurs en ga zo maar door. Dat lijkt me echt heel erg leuk om te gaan doen. Een van jullie vragen was waarom zou ik een goede redacteur zijn. Is omdat ik vaak enthousiast ben en graag over mensen wil leren kennen en wil vragen. En het lijkt me gewoon heel interessant om met die mensen te praten. Ik hou ervan om gewoon door en door en door te praten met mensen. Ik heb bijvoorbeeld ook vaak als ik op de trein zit, dat ik zomaar een praatje gaan maken met mensen, maar dan ook diepgaande gesprekken. En ik hou ervan om naar andere mensen hun mening of naar hun verhaal te luisteren. Dat was mijn vlog. Dank jullie wel voor het kijken. Doei!